Ik wil het hebben over Bezonken Rood van Jeroen Brouwers. Jeroen Brouwers is geboren in 1940 en is een van de bekendste en meest succesvolle Nederlandse auteurs. En het boek gaat over zijn ervaringen als jong kind in het kamp Cideng, en dat was een zogenaamd Joppenkamp in Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boek begint wanneer Jeroen Brouwers hoort dat zijn moeder is overleden. En dat bericht, dat zet in het verhaal zijn gedachtenmotor aan. En hij herinnert zijn moeder en daardoor ook zijn ervaringen in het kamp Cideng, in Batavia, in Indonesië. En die kampperiode is eigenlijk de periode waarin de band tussen Brouwers en zijn moeder gemaakt en later ook gebroken wordt. En als deel van het verwerken eigenlijk van het bericht haalt hij die herinneringen op. Jeroen Brouwers beschrijft hier dat hij net hoort dat zijn moeder is overleden, maar hij had al jarenlang geen contact met zijn moeder. En hij beschrijft dat als volgt. Ze moet van de bank zijn afgerold. Ze lag voor die bank op het vloerkleed. Maar ik ken haar interieur niet. Ze bezat klaarblijkelijk een bank en een vloerkleed. Het boek van Jeroen Brouwers wordt aanvankelijk heel positief ontvangen. Maar na een tijdje komt er ook hele felle kritiek. En die komt vooral van Rudy Kausbroek. En Rudy Kausbroek was een schrijver, vooral van non-fictie. En Rudy Kausbroek had ook zijn jeugd in een jappenkamp doorgemaakt. En Rudy Kausbroek die had als kritiek op Jeroen Brouwers: wat Brouwers zegt over het kamp Cideng klopt niet. Brouwers liegt. En Brouwers die reageerde erop, die zei: alles wat ik in mijn boek schrijf is echt gebeurd, maar niet allemaal in dit kamp en niet allemaal rond deze tijd. Natuurlijk is iedereen het erover eens dat als je een roman schrijft, dat je de feiten naar je hand mag zetten ten behoeve van het verhaal. De vraag is echter of dat ook mag wanneer het gaat over de Tweede Wereldoorlog en over kampervaringen. In dit geval leidde dat dus grote discussies omdat het ging over een Jappenkamp. Maar die discussies die hebben zich ook in andere landen en in andere tijden voorgedaan als het ging over de Holocaust en Duitse vernietigingskampen. Denk bijvoorbeeld aan The Painted Bird of The Boy in the Striped Pyjamas. Ook in die twee gevallen kwam de discussie op gang over de vraag: het verhaal is fictief, maar zijn de feiten die verhaald worden dat ook? En mag je eigenlijk wel liegen als het over zoiets serieus gaat als over oorlogskampen? Dus het boek komt uit in 1981 en het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Dat was toen nog steeds een open zenuw in Nederland. Maar het gaat tegelijkertijd over de Tweede Wereldoorlog in Indonesië. En daar was in het Nederlandse herinneringen eigenlijk niet zo heel veel ruimte voor. Het Nederlandse verhaal over de Tweede Wereldoorlog ging vooral over Nederland en over Duitse kampen. En Jeroen Brouwers die maakte eigenlijk het punt in dit boek dat daardoor een heel stuk van die Tweede Wereldoorlog voor Nederland vergeten wordt. En dat koloniale verleden, dat was natuurlijk echt een beetje op de achtergrond geraakt. En in deze periode, rond het verschijnen van dit boek, komt dat opnieuw een beetje op en krijgt dat weer wat meer ruimte. In de beschrijving hieronder kun je een link vinden waarmee je zowel de Nederlandse als de Engelstalige versie van dit boek kan lenen, mee naar huis kunt nemen en thuis kunt lezen. En via de catalogus krijg je ook toegang tot boeken over deze discussie, bijvoorbeeld tot het boek Oost-Indisch Kampsyndroom van Rudy Kausbroek. We maken elke maand een nieuwe video. Klik op subscribe, dan mis je de volgende video niet.